Zeker, ja. Dat enige is dat je moet je echt bij de receptie melden. En dan bellen ze naar ons en dan eventueel of je naar boven mag. Maar ik zeg dat ik naar boven mag. Nee. Want anders laten ze je niet door. Dus moet je even zeggen. Nee, maar wel gewoon de graag. Ja, zeker, ja. Dit is de patiëntenbel. Mocht er dingen zijn die niet kunnen wachten, het lukt gewoon genoeg. Het toilet is dus aan de linkerkant. Een goede bezoek bij mijn arts. Die man kan hij niet geven. Ik moest in die taxi varen. Maar ze zien wat er buiten passiert. Wat zijn die misbegroten? De Amokka. Ik vaar niet terug naar Amokka. So war ich gestern beim Arzt und anschließend bin ich hierher gelandet und ein Bett bekommen. Mit meinem Fuß geht schlecht. Ich habe Schmerzen und kann mich schlecht bewegen. Oh. Ich habe Medikamente bekommen. Heute kommt noch eine. Und sehen wir nun, wie es wird. Ich habe hier eigentlich alles und warum, das ist das Wichtigste. Da steht mein Frühstück. Mam tu wszystko, czego potrzebuję. Jest ciepło. Jestem bardzo wdzięczny, że mnie tutaj zakwaterowali. Bo inaczej byłoby wesoło na dworze. Może pokażę swój pyszczek. O. Także jestem bardzo wdzięczny całemu personelowi, szczególnie socjalnej pracownicy za to, że tutaj jestem. Jestem, ich bin sehr dankbar vor allem der Sozialarbeiterin dafür, dass ich hier aufgenommen worden bin. Ja, das war es erstmal eigentlich. To jest moje łóżko. On zje mi bajta. Zobaczymy dalej. So sieht mein Fuß aus. Nach einem Tag Kuration mit Medikamenten. Aua, tut weh. Warten wir ein paar Tage. Mal sehen, was kommt. Mir fehlt noch sowieso ein Medikament, das mir nicht geliefert worden ist. Dann warte ich auf das auch noch. Pierwszy śnieg. Aua. Ich bin jetzt wie die anderen halt Sacklosen behandelt und muss nach draußen aus dem Bett, muss warten, bis man wieder reinkommen kann. Kolejny dzień wyzwania. Znowu mi jest jeszcze gorzej jak było. Teraz nie mogę ich wcisnąć nawet do buta, no trudy mi boleśnie. Tak to wygląda teraz w bucie. Aua. No i czekam przed bramą na wejście znowu, bo musiałem opuścić ośrodek. No, so sieht's aus. Mein Fuß ist noch schlechter als war.
ist ein nächster Tag der Herausforderung. Und ja, ich musste Zentrum verlassen und warte wieder vor der Eingangstor, bis man wieder reinkommen kann. Der Arzt hat mir vorgeschrieben, dass ich im Bett liegen soll. Aber das war hier nur der erste Tag so. Lekarz przepisał mi, że mam być w łóżku, no ale bo to było tylko pierwszy dzień, tak. Teraz trzeba wychodzić. Odwlek, który rezydencjon weksel w drodze do zmiany rezydencji. Mamy ształ. Ich möchte mich bei Frau Magda auch bedanken. Tym samym chciałem jej podziękować, Pani Magdzie.
Victor! I see when you were there, I feel under the ground. Oh, I stalk. Ik werd zo misselijk. Ik kan de raam openzetten en ik twee. Ik trip het niet meer. Dat is hij ook. Bij ja, Prodigy. Dat is ook een Prodigy. Oh, in de melk weg. Ik heel raar. Is iemand open? Ik ben één keer in de HMA geweest. Ja? Wat is het? Ja, ik ben echt fan van het eerste album. En dat is meer feest. En dit was allemaal echt rockachtig, weet je wel. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment dacht ik, oké, nou weet ik het wel. Maar het was een hele vette show, hoor. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ja, dat beneden vond ik niet stom. Nee. Mikey was er ook, hè? Oh, dat ben je niet. Mikey was beneden, feest van boven, dan moest ik. Oh, ben je niet. Dat is mooi om te roepen. Dat was grappig geweest. Maar echt. Ja, de beste gaat het. Oh, ik heb het wel gekocht op het moment. Ik heb het wel gekocht, hoor. Ik heb het wel gekocht. Ik vind het super. Hij was mijn fokker wel echt een van die kinderen. Zeg, ik denk op 2010 of zo, dat moet ik doen. Oh ja, ja. Die kids stond. Echt. Ik was ook echt, ik was 12 jaar geleden in de HMA. En toen stond ik aan de zijkant. Gewoon, ik stond echt zo van, oh ja. Ja, het is wel heftig. Ja. Maar hoe ja. Ik heb natuurlijk weer mijn nieuwe Nike show. Nu weet ik ben. Oh, weet je wat, die gast was gisteren klaar. Ik wat toch? Dus, ja, dat was zo. Dat is gewoon weer lachen. Dat is gewoon met zingen en Nederlands muziek. Ja, dan kan je even kijken. Ja. Dat 25 euro voor en 25. Weer voor mij, die wint uiteindelijk die bingo aan het einde. De laatste bingo. De koepel van 300 euro van de Bijenkorf. Jezus, die ik nog niet helemaal door. Allemaal gezeikt, ze moet allemaal gezeikt weer. Vriend, ex, weet ik veel. Vriendig, la la la. Ik zeg, weet je wat, ik heb een kaartje voor een bloedertje gehaald voor ons. We gaan vanavond even doen. Ja, dan. Heb ik gehaald? Oh, okay. Kom, we gaan naar Appie eten. Ja, dus ik zit me naar het eten. Zit ze me gewoon, kijkt ze me recht in mijn ogen aan. Zegt ze dat ze 10.000 euro spaargeld heeft. En ik zat zo, waarom moet ik kaartje voor jou kopen? Ja. En je mee uit eten nemen. Waar gaat het mis hier ongeveer? Waar ben ik dan wanneer, als ik zielig ben? Je hebt gewoon diep. Gewoon zonder te knipperen, zei ze dat gewoon tegen me. Ik zo. Zou jij het eten dan? Zou ik zeggen wat opmerken? Wat zei ze toen? Schatteloos. Je hebt ook niet betaald, niet? Nee. Dit zag hier gewend in de paden toch, Suus? Dat is het hele probleem. Ik zou. Zijn wij altijd de lul. Ja, yeah, I know. Ik zei ook van. Tegen Maarten, die belde mij vanaf vroeg. Ik zeg. Gewoon zonder te knipperen, zegt die meid dat gewoon. Want ik zou naar Parijs gaan toch met kerst, maar ik heb gezegd, ja luister meiden, ik kan echt niet naar Parijs gaan, want dat kost me veel te veel geld en ik moet verhuizen. En ik zou met haar gaan ook. Okay. En toen zei ze dus, bij het eten gezien, ja ik was eigenlijk blij dat je dat af zei, want dan moet ik het weer van mijn spaargeld afhalen en ik wil eigenlijk niet onder de 10.000 komen. Zo zei ze het. Ik denk, hoe kun je dat zo tegen? Dus inderdaad, zij spaart 700 euro in de maand, zoals ze. Inderdaad, is gewoon. Ik kom er dus nu een beetje achter, na 2 jaar of zo, dat ze dus wel nu gaat in deze ambulance branden. Ja. Dat ze een beetje gierig is en ze woont op een woongroep, dus ze betaalt maar 200 euro huur of zo. Ah, 300 euro, weet ik veel. Dat gierige mensen best wel moeilijk. Mijn zus kan ook af en toe zijn, want ze kan soms op een gegeven moment ook gierig zijn. Mijn zusje kan ook. Oh, en die kan ze ook met mijn vader. Ja. Ik moet even keren ergens. Nee, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht echt. Ik heb nooit op rekening gehad. Ik kan nooit boven weten. Ik vind bij dit werk niet. Ik ben niet veel. Ik ben toch wel Oh, nee, ik ben er heel veel.
nu niet anders stil. Eerste blik was echt zo. Ik zeg van ja, Jan Hootmo, en toen kon ik te lachen. En ik dacht, ik moet zeker vertrouwen meer aannemen nu jullie deden. En daarna werd ik van ja, moeten kijken wat we gaan doen. Misschien een kantoortaak op de tijd. Heeft u wel zo'n verzorgde filter gehad? Nee. Ik ben de eerste. Ik zei, ik kan prima nog wel alles doen hoor, maar ik ga niet verwachten dat ik 8 jaar geslapen heb. En hier ook niet dat we dat zeggen. Maar nou, gisteren is ook erg verteld, maar voordat ik in bed was. En het fucked up dat ik gisteren had, ik weet niet waarom, vraag me om. Ik zat me zo druk te maken over de jas, dat ik het zo dom van mezelf vond dat ik niet kleinere maat had genomen. Dit is dat het was. Ja, ik snap ook niet helemaal wat je. Oh, ja. Doe ik het weer verkeerd? Ik had het niet zo goed. Israël. Dat wordt een krap aan de fiets, denk ik. Moet je even de fiets gaan verplaatsen? Als je wil. Tak wylądowałem tutaj. Dostałem łóżko i mogę się położyć. Zrobili Siegeland, Zinizm, Zimmer. Hab ein Bett bekommen und kann mich hinlegen. Tut mir der Bein weh. Ich habe jetzt einen neuen Verband bekommen. I otrzymałem wreszcie brakujące medykamenty. Dziękuję bardzo, wszystko za darmo. Endlich habe ich bekommen die fehlenden Medikamente. Und das noch gratis. Ich bedanke mich sehr. Und heute habe ich einen Brief erhalten. Ich dachte, das wäre aus meiner AOK. Kasse, meine neue Gesundheitskarte. Ist aber nicht, und da wundere ich mich sehr. Man kommt nicht raus hier. Weil das von einer Bank ist. Von einer ING-Bank, eine neue Karte. Aber ich habe keine Ahnung, was das für Karte sein soll. Ich habe keine Karte beantragt bei ING. Dostałem dzisiaj również nową kartę. Myślałem, że to karta zdrowia z mojej kasy AOK. Okazało się, że to jest bezal karty, znaczy się karta płatna z jakiegoś banku ING. A ja wcale nie zamawiałem jakiejś nowej karty z tego banku. Dlatego to jest niesamowicie interesujące, do czego to ma służyć. Ale muszę się dowiedzieć. Pierwsza noc. Pierwsza noc. Ein nächster Tag und die erste Zigarette. Kolejny dzień i pierwszy papieros. Das war schlechte Nacht.
To była zła noc. Nie mogłem zasnąć i zmrużyć oka z powodu tego chrapania. Rozwaszlimy nacht, ich konnte meinen Augen nicht zumachen wegen dem Sehen. Manu. Mal sehen später, wie es kommt. Auch das noch. Kein Internet hier unten, nur oben und dann noch schwach. Schalte sich jedes Mal ab. Jeszcze to, nie ma na dole tu żadnego internetu, tylko u góry i to jeszcze słaby, za każdym razem się wyłącza. Co tu robić w tym łóżku, kurczę, jak trzeba leżeć, no ani pooglądać wiadomości nie można. Was soll man hier im Bett machen, kann man nicht mal Nachrichten schauen. Dzień kolejny znowu minął. Die Bankkarte habe ich zurückgegeben, natürlich, ich will keine Trouble haben. Aber heute habe ich endlich meine Gesundheitskarte bekommen von AOK. So wie ich das hier sehe. Packen wir es aus. Und dann ist sie ja. Okay, was haben die hier geschrieben? Bitte nur diese Karte verwenden. Okay. No, otrzymałem, znaczy tamtą kartę z banku oddałem z powrotem socjalarbeiterin, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie chcę mieć kłopotów. Ale otrzymałem również dzisiaj kartę z AOK, moją Gesundheitskarte, znaczy się kartę zdrowotną, albo zdrowia się to nazywa. No i cieszę się z tego, że mam wreszcie znowu te dokumenty, które mi zostały ukradzione. So, da freue ich mich sehr, dass ich endlich zurück habe, die Dokumente, nicht alle noch, die mir geklaut worden sind. Es fehlt mir noch Führerschein, aber dann müsste ich nach Polen erstmal fahren. Brakuje mi jeszcze moje prawo jazdy, ale to nie wiem, musiałbym chyba no, do Polski pojechać, żeby to zamówić. No, to by było na tyle.